Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Asran. In deze aflevering gaan we eindelijk te weten komen wie het ei heeft. Wel nu, van wat we hebben gehoord van verschillende mensen op het eiland, kunnen we een aantal belangrijke feiten afleiden. Laten we de informatie op een rijtje zetten en uitzoeken wat de regels zijn bij het doorgeven van het ei. Hebben we echt genoeg informatie? Natuurlijk, denk eens terug Aurora. We hebben vandaag veel verhalen gehoord. Wat hebben die allemaal met elkaar gemeen? Ik heb geen idee. Geen van de mensen waar we mee spraken heeft ons precies verteld aan wie ze het ei hebben gegeven. Dat is waar. Ze mogen ons niet veel details vertellen. De details die zij hebben gegeven zijn echter zeker voldoende om het mysterie te ontrafelen. Laten we de feiten nagaan. Akkoord. Ik help wel, professor. Los deze puzzel op, kibum. Oké, wat zijn we tot nu toe te weten gekomen? Nadat Bud ons op het juiste spoor heeft gebracht, hebben we van 6 mensen informatie over het ei gekregen. 3 heren en 3 dames. Martine heeft het ei voor haar bruiloft doorgegeven aan de getrouwde man die erg dol was op zijn dochter. Miranda gaf ook het ei aan een getrouwd iemand, toch, als cadeautje en geloof dat ze het van een klant kreeg. Inderdaad, Emmy. Kun je uitleggen wat deze 2 verhalen met elkaar gemeen hebben? Getrouwd, niet getrouwd? Juist hem. Het lijkt belangrijk te zijn of een persoon getrouwd is of niet. Precies, volgens Martine's verhaal lijkt de regel te zijn dat ongetrouwde mensen het ei alleen doorgeven aan getrouwde mensen. Logischerwijs zouden we dan vanuit kunnen gaan dat dit andersom ook geldt. Dus het ei is doorgegeven afhankelijk van het feit of die persoon getrouwd was of niet. Het lijkt tot nu toe niet te zijn wat dat tegenspreekt. Maar ik geloof dat het patroon meer behelst dan dat. Laten we de verhalen van heren eens samenvatten. Namelijk die van Gabier en de 2 agenten van Targent. Javier zei dat het ei aan iemand had gegeven die ongeveer dezelfde leeftijd had als zijn dochter. We weten ook dat een getrouwde vrouw het ei aan de mannen van Targent wilde geven. Oh, ik geloof dat ik weet wat de verhalen met elkaar verbindt. Even kijken. Wat verbindt Javier's verhaal aan dat die van de agenten van Targent? Leeftijden? Dat klopt niet. Oké. Dan is het geslachten. Ja, oké. Het heeft er iets mee te maken dat ze allemaal het ei hebben aangeboden aan iemand van het andere geslacht. Javier wilde namelijk niet dat zijn dochter het ei zou doorgeven aan een luie nietsnut van een vent. Dus, wat weten we nu? We hebben nu een 2e regel ontdekt. Iemand kan het ei alleen doorgeven aan een persoon van het andere geslacht. Als ik het ei had, zou ik dus wel aan jullie mogen geven, maar niet aan Luke. Dus een jongen kan het ei aan een meisje geven en een meisje aan een jongen. Niet helemaal juist, Aurora. Als we nadenken over wat Amelie zei, komen we namelijk een probleem tegen. Ah, ze zei dat ze het ei aan elk van ons had kunnen geven, maar hoe is dat mogelijk? Emmy, kun jij het ons uitleggen? Waarom zou Amelie het ei aan elk van ons hebben kunnen geven? Welk van deze regels moest Amelie volgen? Getrouwd, ongetrouwd, vrouw, man. Geen van beide dan? Oh. Huh? Ik snap het niet. Dat zal getrouwd, ongetrouwd zijn. Amelie had het ei kunnen geven aan wie ze wilde, zolang ze maar 1 van beide regels volgde. Ah, oké. Ze is zelf getrouwd. Ze wist dat ik niet getrouwd was. En ze wist dat Luke en Aurora daar nog te jong voor waren. Of de professoren getrouwd waren, deed er niet toe. In hun geval was de regel van het tegenovergestelde geslacht voldoende. Ah, ja. Dat is correct. Kun je het doorgeven aan iemand van het andere geslacht of iemand die een andere echtelijke staat heeft? Dat is eigenlijk best eenvoudig. Dat is allemaal goed en wel, professor.
Maar we zijn nog steeds niet achter wie het ei heeft. Ik herinner me dat Amelie zei dat het ei een man heeft aan een man heeft gegeven toen ze aan het lunchen was. Maar we weten niet waar ze naartoe ging om te lunchen. Dus we moeten eerst iemand vragen dat getrouwde waar dat gebeurde, sorry, voordat we verder kunnen. Nee hoor. Laten we proberen te bepalen wie het ei heeft wanneer het door alles op wanneer had door alles op een rijtje te zetten. Door logisch na te denken vind je de oplossing het snelst. Ik zal zien wat ik kan doen. Nou, hij is sowieso bij Bud. Volgens mij was het zo. Shit, ik ben de hele volgorde vergeten omdat ik dat de vorige aflevering heb gedaan en dat is 3 weken geleden. Oh, wacht, het staat er wel bij. Oké. Een fitte gezinsman kreeg het poponjo van een vrouw die pas op het eiland woont. Gaf hem door aan een vrouw die even oud was als zijn dochter. Oké. Met zwemkleding gaf dan een getrouwde van de vrouwelijke kant. Dus dat is deze. En hij kreeg de poponjo van een vrouw die pas op het eiland woont. Dat is deze. Dat is precies wat ik ook dacht, Aurora. We kunnen met zekerheid zeggen dat het ei in deze volgorde is doorgegeven. Wat betekent dat van deze personen de laatste is die het ei heeft ontvangen. Maar hij wilde ons niet vertellen aan wie hij de Aurora steen heeft gegeven. We zijn weer terug bij af, of niet? Na al die moeite. Wellicht niet. Als je goed nadenkt, zul je beseffen dat Bud er alleen over had dat hij het ei heeft ontvangen. Maar hij zei niet wanneer hij het weer doorgegeven had. Precies. Oh, nu begrijp ik het. Misschien heeft hij de Aurora steen nog in zijn bezit. Maar welke reden zou hij hebben om het nog niet weg te hebben gegeven? Daar kunnen we zo achter komen. Tijd om Bud's Bar & Grill nog eens te bezoeken. Hey, hallo. Wat brengt jullie hier weer terug? We zijn eruit. U bent degene die op dit moment het echte poponjo in zijn bezit heeft. Je hebt me betrapt. Ik hoopte eigenlijk al dat jullie me zouden snappen. Weet je, ik zat te wachten op de perfecte persoon om de poponjo aan te geven. En toen zag ik jou met je treurige glazige blik. Toen dacht ik, als er iemand harmonie kan gebruiken, is zij het wel. De poponjo is alleen al genoeg voor mij. Dank u wel. Je mist helemaal waar het om gaat. Laat me je even haarfijn uitleggen. We zeggen allemaal dat de poponjo blijdschap brengt. Maar die hele traditie begon een stuk minder vrolijk. De man die hem vond, Eduard Poponjo, zag het allemaal niet meer zitten. Oh, werkelijk? Jazeker, hij zat helemaal in de put en wilde zijn dagen slijten als kluizenaar. En dus vertrok hij naar een oude vervallen ruïne. Maar bam, toen deed hij de ontdekking van zijn leven. Zijn zaken bloeiden en als een tierenlier en voilà, Sangrio... werd geboren. Dat verhaal klinkt bekend, dus de poponjo die jij vond was de basis voor de bloeiende souvenirhandel op dit eiland? Zo'n beetje ja, best gek als je erover nadenkt. Dat klein stenen eitje zijn hele leven veranderen. Dus wat ik bedoel is, zelfs ziet alles er nog zo somber uit, kijk vooruit en het geluk zit in een klein hoekje. Neem de poponjo niet alleen omdat je hem wilt hebben, maar neem hem omdat je blij wilt zijn. Nou, dan noemen we dat. Dank u. De mensen op dit eiland begroeten ons iedere keer weer met een lach. Aanvankelijk vond ik dat vreemd, maar ik geloof dat ik het nu begrijp. Kijk, dat is nou precies wat ik bedoel. Ik wist al dat de poponjo het perfecte geschenk voor je zou zijn. Eduardo zou hebben gewild dat jij hem kreeg, dat weet ik zeker. Nice. Oeh, daar heb je Amelie.
Wat is dat voor heerlijke geur? Als ik de bron ervan kan vinden, gaat het recept gelijk in mijn kookboek. Avondeten met Amélie. Even kijken of hij nog iets voor ons heeft. Ja, hij heeft een puzzel. Ai, ai, ai. Wat schijnt de zon fel vandaag. Smelten jullie niet? En met al die lage kleding aan. Misschien zijn we niet zo goed voorbereid als we dachten. Nou, dat is niet best. Trek wat lichtere kleren aan. Maak jullie spieren los en vermaak je wat. En u, signorita, heeft u misschien zin in een potje strandvolleybal vanavond? Oh, dat lijkt me heerlijk, maar ik moet u wel waarschuwen. Ik kan schijnbaar heel hard opslaan. Geweldig. U kunt me misschien helpen met het coachen van Miss Amigos hier. Nou, vooruit. Puzzel 62, Zeeleeuwencircus 2. Oh, dit vind ik altijd leuk. Ik hou altijd van dit soort puzzels. Moet altijd even goed kijken waar je begint. Oh, je hebt alleen maar wel maar een aantal stappen. Ja, dat was ik de vorige keer ook vergeten. Zo. Zo, ja. Oeh, precies. Nice. Tijd om te laten zien wat ik in huis heb. Lekker Amsterbroodje. Hey, señorita. U heeft echt talent, zeg. Weet u zeker dat u geen zeeleeuwentrainer wilt worden? Het was een leuke ervaring, maar ik hou er meer van om zelf actief bezig te zijn. Oké, ik begrijp het. De volgende keer dat u hier bent, roep ik de jongens bij elkaar. Dan zullen we een wedstrijdje doen. Welkom terug, dames en heren. Ik hoop dat het heldere weer een licht heeft helpen schijnen op uw onderdak... Op uw onderzoek en u blinkend succes heeft kunnen brengen. Ugh, weet je Raymond, ik overwoog sterk om het ei aan jou te geven. Maar met zulke slechte woordgrappen blijf je... Als je zulke zachte woordgrappen blijft maken, denk ik dat ik voorlopig in mijn bezit houd. Daar hoef je zich sowieso geen zorgen over om te maken. Ik geloof dat de mensen het op het eiland willen dat Aurora het ei houdt. Dat is zeker een wijs besluit. Het is echt jammer dat u de ruïne niet heeft kunnen bezoeken. Je lijkt wel erg goed op de hoogte van wat we hebben gedaan, Raymond. Maar meneer, u zou toch moeten weten dat ik alles scherp in de gaten houd. Ik zal het luchtschip nu maar klaarmaken voor vertrek. We hebben geluk dat Raymond aan onze kant staat. Ik heb het idee dat het niet best zou zijn als hij onze vijand was. Professor Layton, professor Sycamore. Ik herinner me iets over de Azraan. Dat is goed nieuws. Er ligt een bouwwerk onder Sangrio. Het werd gebruikt om de natuur te bedwingen met behulp van de krachten van de maan. Ah, bedoel je dat men hiermee de zee kan beheersen? Ik denk het. Het werd al wel buiten gebruik gesteld voor de Azraanse beschaving haar hoogtepunt bereikte. Misschien had het zijn doel al bereikt. Het spijt me, behalve dat ik me niets meer herinner. Het is allemaal wazig. Dus de kalme, wilderige stranden van Sangrio zijn mede door toedoen van de Azraan ontstaan? Dank je, Aurora. Graag gedaan. Het is fijn om deze herinneringen te kunnen delen. Een bouwwerk onder water? Ik zou haast naar willen duiken om het met eigen ogen te kunnen aanschouwen. En we gaan vliegen! Wij willen het zeker opslaan. Oké. Nu gaan we kijken waar we nu naartoe gaan. De woestijn. Deze kan ik me heel slecht herinneren. Oké. Als de kaart in de Azraanse koepel klopt, zou zich ergens in dit gebied een ei moeten bevinden.
Het land is dor en droog, maar de erts heeft de bergen een prachtige rode tint. Ik kan vandaag niet meer praten, sorry. Het nabije strandje is omringd door bergen. Het ijs zou wel eens lastig kunnen vinden zijn. Ja, ik voel alleen een zwakke echo van de Azran. Dan hebben we nog veel te doen. Laten we eerst maar eens met de plaatselijke bevolking gaan praten. Ik kan me dit echt helemaal niet herinneren, dit gedeelte. Kuch, kuch, wat is het hier stoffig? Volgens professor Sycamore zou dit Torrido moeten zijn. De naam die zegt me dan wel weer wat. Torrido? Nog nooit van gehoord. Ik zie hier niets dat op een Azraanse ruïne lijkt. De inwoners van het stadje zullen ongetwijfeld beter bekend zijn met het gebied dan wij. Laten we eens rondvragen. Oké, tijd voor het echte werk. Tenminste, zodra we iemand hebben gevonden. Het is hier opmerkelijk stil voor dit uur van de dag. Kijk, daar is iemand. Howdy, partner. Ik zal een tip geven, dus knam goed in je oren. We hebben het hier niet op vreemden. Wauw, u klinkt echt als iemand uit een cowboyfilm. Hiehaa. Huh, volgens mij ben je niet goed snack, boy. Je kunt maar beter rechtsomkeerd maken en het hazenpad kiezen, begrepen? Ik moet zeggen dat we wel eens hartelijker zijn ontvangen. Is hier een reden voor de vijandige houding, meneer? Zeker te weten, meneertje. Jullie hebben hier niets te zoeken. En als je zo'n taaie rakker bent als ik, hou je het hier geen 10 seconden uit. Oké. Ren voor je leven, Old Red komt running. Old Red, yikes, roep de sheriff. Nou, die taaie rakker veranderde al snel in een armor rakker. Het is waarschijnlijk niet verstandig om hier te blijven staan. Laten we de man volgen. Kijk, een hintmuntje, daar houden we van. Oké. Oeh, een filmpje. Zag je dat? Dat is het ei. We hebben het eindelijk gevonden, Kwartel. Dus de baas had gelijk. Neem je positie in. Laat hem niet ontsnappen. Kiewiet, jij halve garen, kom terug. Professor, die mannen zijn van Targent. Ja, dit is zeer verontrustend. Nog verontrustender, Jezus. En nog verontruster, En nog verontrustender is het feit dat het ei rond de nek van de wolf lijkt te hangen. Nu weten we in ieder geval waarom de straten zo verlaten zijn. Die mannen gingen achter de wolf aan. Kom op, professor, we moeten snel zijn. Rustig maar, Luke. We zijn ze al uit het oog verloren. Daarnaast zou het niet heel verstandig zijn om de achtervolging in te zetten zonder eerst te oriënteren. Oké, laten we de mensen ondervragen. Zou die ene man bereid zijn ons te helpen? Nu zijn stoere imago aan diggel is. Zijn stoere imago bedoel ik. Een wolf. Nice. Oeh, een puzzel. Hey, kijk, een verstopte puzzel. De inbraakbroers.
Deze criminele broertjes hebben samen zoveel inbraken gepleegd dat zelfs hun ademhaling gelijk loopt, natuurlijk. Hun favoriete manier om dingen te stelen houdt in de broers de gestolen spullen vanaf boven laten vallen en een derde ze op een wagen opvangt. Om hun wagen in evenwicht te houden, moeten de spullen in een vierkant worden gestapeld. Kun jij de broertjes helpen om de ontsnappen met de buit? Ah. Oké, in een vierkant. Oké. Dat is niet hoe ik hem hou. Kutzooi. Zo wou ik hem. Ja. Oh, ik kan ook één terug, gelukkig. Ik denk dat ik het best zo kan doen. Hoppatee. Easy peasy, limoen squeezy. Het was best een leuk huzel eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Deze was zeer de moeite waard. Ik wil bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. Adios, amigos.